Aan tafel zit Jeroen Krabbé. Wie wordt de volgende kunstenaar in wiens voetsporen hij gaat reizen? Eerder maakte hij succesvolle documentaire series over de kunstenaars Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Paul Gauguin. We voeren de spanning op, Jeroen. We laten even de foto zien van de kunstenaar. Want hij is niet. Ja, hij is wel een tijdje geleden overleden, maar we hebben hem nog meegemaakt. Ja. Dat is hem. Ja. Enig idee? Studio? Umberto? Ja, ik weet het wel. Oh, je weet het wel? Ja. Chagall. 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 Marc Chagall. Marc Chagall, ja. Is het jouw keus? Ja, ja. Het is allemaal mijn keus. Okay. Ik moet dat bedenken. Nee, maar ik dacht met de redactie of met omroep. Nee. Toen ik bezig was met Gauguin, toen kwam ik ook op een artikel terecht waarin stond dat Chagall op een gegeven moment als hele jonge jongen een schilderij van Gauguin had gezien en daar enorm door geïnspireerd was. En toen dacht ik, Chagall was een van mijn helden, mijn jeugdhelden. Mm-hmm. En ik had hem eigenlijk. Ja, hij zit wel op het niveau van Picasso en Gauguin en Van Gogh, maar er net onder. Maar het is een hele. Volgens de algemene smaak van de kunstkenners. Ja. Maar het is wel een triple A schilder. Ik bedoel, het is wel een schilder die bekend is. In ieder geval. Ik heb ervan gehoord. Exact. Laat eens wat werk zien, jongens, als dat kan. Op de, dat een beetje het idee voor de mensen. Oh, dat is natuurlijk Chagall. Dit is een werk. Ja, zeker. Ja. Tik eens door. Even, ja, zo. Dat zijn wat maakt hem zo bijzonder, Jeroen? Ja, een heleboel. Kijk, hij is 98 jaar geworden. Ja. Hij heeft een eeuw geleefd. In een eeuw is hij vervolgd. Vanaf zijn geboorte tot zijn dood is hij eigenlijk een balling geweest. Rusland geboren, hè? In Rusland geboren, in Wit-Rusland heette dat toen. En als niet echt arm, maar middenstand milieu. Niet veel geld, Joods. Hij mocht een heleboel dingen niet. Ze mochten niet het gebied waar ze woonden, mochten ze niet uit. Hij mocht niet naar Moskou en daar moest hij een apart bewijs voor hebben. Hij mocht niet naar Petersburg. En eigenlijk die vervolging en het feit dat de pogroms waren, waarin hele dorpen werden uitgeroeid in het tsaristische Rusland, dat heeft zich doorgezet. Hij is op een gegeven moment naar Parijs gegaan. Hij is teruggekomen. De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Hij moet in Rusland blijven. En hij schildert maar door. Uiteindelijk vertrekt hij. Dan breekt de revolutie uit. Mm-hmm. Waarin voor het eerst de Joden, die tweede, derderangs burgers waren in het tsaristische Rusland, die worden gewone ereburgers bijna. Mm-hmm. Die mogen doen wat ze willen. En dan komt hij in het regime terecht van de bolsjewieken. En daarin krijgt hij een hoge functie, maar het bevalt ze niet, zijn werk. En dan wordt hij uitgerangeerd, dan vlucht hij, dan gaat hij naar Berlijn. Dan is hij in Berlijn, dan komen zijn vrouw en zijn kind. Dan komen de nazi's eraan, dan vlucht hij naar Frankrijk. Parijs. Naar Parijs, voor de zoveelste keer. Dan is hij in Parijs, dan probeert hij uit alle macht Fransman te worden, genaturaliseerd te worden. Dat kost heel veel moeite. Hij wordt genaturaliseerd. Dan komen de Duitsers Frankrijk binnen. Dan is er de Vichy-regering in het zuiden. Mm-hmm. Die neemt hem zijn paspoort af. Dan heeft hij weer geen paspoort. Dan moet hij vluchten. Op het allerlaatste nippertje kan hij Frankrijk uitkomen. Gaat hij naar Amerika. In Amerika spreekt hij de taal niet. Hij ontmoet wel allemaal andere vluchtelingen. Mondriaan, Léger, al die schilders. Die ontmoet hij. Heeft hij allemaal niks mee. En dan blijkt eigenlijk, zijn vrouw sterft dan ook nog eens een keertje daar. En dan blijkt in het in 1944, dan wordt hij beschuldigd van communistische sympathieën. Want hij heeft voor de bolsjewieken gewerkt. En dan krijgt hij de FBI achter zich aan.